Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier vandaag met Christine. Hallo. Christine. Wij gaan nieuwe Amerikaanse dingetjes van de Albert Heijn testen. Oké, dat is wel veel leuke dingen. Oreo. Ja, ik heb leuke dingen. Oké, we gaan het even zo neerstellen. Dat is echt niet normaal wat je allemaal hebt. Het zijn maar 8 dingen, maar ik ging echt even voor de goede dingen. Kijk dit. Ja, die moet je echt bewaren. Deze komt op het laatst. Oh my god. Oké, waar gaan we mee beginnen? Jij mag kiezen. Nee, jij mag kiezen. Jij bent de gast. Oké, dan wil ik hiermee beginnen. Oké. Dit zijn Oreo dingetjes en dit heb ik echt nog... Ik heb het echt nog niet gezien. Leuk, hè? Oh my god, dit wil ik echt zo graag. Ik krijg hem niet open. Komt u maar. Dit is zeg maar zo'n lipje, maar ik krijg hem niet. Oh, oké. Hoe leuk ziet het eruit? Ja, het is heel leuk. Oeh, ruik. Dit lijkt op die dingen waar je cornflakes van hebt. Ja. Oh my god. I'm benieuwd. Is dat ook wel? Dat klinkt heel knapperig. Het lijkt echt wat je vooral in Frankrijk heel veel ziet. Wat je inderdaad in je melk doet. Charmant. Het heeft echt dat donkere smaakje van Oreo, maar het smaakt nog iets verbrander. Als je dat bedoel. Nee. Oh. Het is bizar knapperig. Ik vind het heel erg lekker. Toch? Het is echt heel knapperig. Ja. Wauw. Best goed ook een klein zakje. Dat hebben zij echt heel goed gedaan. Oh my god. Maar het smaakt niet naar Oreo. Nee, dat vind ik dus ook niet. Want dit bruin is heel anders dan een Oreo koekje. Klopt. Qua structuur. En dat witte ook. De structuur is echt van cornflakes. Ja. Lekker. Oh ja, we zouden niet zoveel eten. Het gaat nu al fout. Oh, ik wil weer kiezen. Maar nu mag jij. Nee, jij mag weer kiezen. Oké, yes. Ik zag dit en ik denk. Ik hoop dat het heel smeuïg is. Dat we helemaal bruine tanden krijgen. Oh my god. Dit is echt. Zeg maar van de. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Het is gewoon brownie. Maar dit is echt van dat super lekkere, denk ik. Ik hoop, maar ze hebben dus van deze lijst van alles. Want ze hebben dus ook deze. Maar ze hebben, hoe heet dat? Roads. En marshmallows. Roads. Oh, ik heb geen idee. Want ik kijk letterlijk nooit tussen snoep en afdeling. Koekdingen kijk ik niet. Chocolade dingen kijk ik nooit. Oh, ik ben altijd benieuwd. Is die denk je heel smeuig? Het kan ook dat die echt tegenvalt en heel droog gaat zijn. Gaan we deze door midden doen? Ik denk het, ja. Alleen dat... Is er karamel? Oeh, ook. Ik heb een beetje geplet, maar Nee, het is gewoon ik denk chocola. Dat die niet heel lekker is. Wat dan? Nou, de bovenkant zal wel lekker zijn, dat is echt een plak chocola, maar dat midden is denk ik niet heel smeuig. Wow. Wow. Oké, bovenop heel veel chocola. Heb je een mega plak chocola, daaronder is het echt smeuig en daaronder wat droger. Ja. Je moet er niet te veel van hebben. Nee, lekker joh. Ja, is heel lekker. Het is echt lekker. Ik wil hem echt opeten, zeg maar. Ik ga dit morgen aan mijn collega's allemaal geven. Ja, goed zo. Ja, doe niet maar daar. Nee, dit was echt een hele lekkere. Wow. Ja. Ik wil ook even drinken. Ik ben wegspoelen. Alles is chocola. Ja, je hebt echt heel veel chocola. Dus straks sowieso buikpijn. Deze. Krijg je buikpijn van chocola? Ja. Deze is nooit chocola. Dit ziet er te... Oh my god, ja. Dit ziet er echt heel erg lekker uit. Ja, hier viel mijn ogen als eerste op. Snap ik, want het is echt zo'n paarse verpakking met de roze groen. Daar hebben ze echt zo goed over nagedacht. Ja, Red Velvet. Ja. En die benaming. Denk je dat het echt Red Velvet gaat smaken? Hè? Ja, maar het lijkt wat op is... een Brit, zie je? Die structuur een beetje zo. Ja, maar eigenlijk weet je wat ik me altijd afvraag? No. Hoe smaakt nou Red Velvet? Oh. Ik vind het altijd een... Ik vind het zo'n vage beschrijving. Het. Nou, het is wel fijn dat de auto meteen lekker schoon is. Als het volgens mij kruimelt het heel erg. Het is wel nu al dat anders dan ik dacht. Het is echt zo'n spritsachtige koek. Hij wil niet straks zijn, maakt niet uit. Hè? Dit is echt een sprits. Maar weet je wat een sprits is? Nee. Ik dacht het al ineens. Ja, weet ik niet hoe je dat uitlegt. Oh, oké, goed verhaal. Ik zal het laten zien. Dit is letterlijk een sprits. Het smaakt naar aardbei of ligt het aan mij? Het smaakt letterlijk gewoon naar een boterkoek. Ja. Heel erg broodboterproefje. Heel erg. Maar is niks Red Velvet-achtig. Dan gewoon al die gekoude dingen weggooien later en de rest neem ik mee naar school. Ja, goed zo. Vinden ze vast leuk. Nee, inderdaad. Het smaakt niet naar Red Velvet. Nee. Maar zoals ik al zei, ik heb geen idee hoe Red Velvet eigenlijk smaakt. Kijk, dit is een sprits. Oh, dat soort van die oma-koekjes. Zo smaakt het gewoon. Ja, dat is waar. Zo'n zandkoekje. Ja. Ja, nee. Niet helemaal zo. Een beetje. Ja. Maar wel lekker. Volgende. Nou wil ik even geen koek. Ja, het is alleen maar... Nee, dat is echt koek.
Huh? Ik had de verkeerde gepakt. Die wilde ik helemaal niet. Wat wilde je dan? Dit is haast altijd caramel, had ik. Ja, dit is dit niet. Nee. Maar dit ziet er ook lekker uit. Wel heel lekker, praline. En van de zijkant. Nee, ik haal hem zo even aan de pakken. Dit doet me een beetje denken aan, je hebt toch zo'n hele grote Milka-reep met een paar lagen. Hier ik weet ineens al welke ik had gekocht. Ik had hem super lekker gekocht. Caramel shortbread. Ken je dat? Van Milka? Nee, dit. Dat is zo koek met caramel en chocola. Die wilde ik testen. Ik wilde deze. Oh. Hoe kan het dat je dan een ander hebt? Ik had dat niet. Hebben die goed gekeken? Oeh. Ja, als je zoomt is het wel altijd heel mooi scherp hiermee. Oh my god. Het ziet er goed uit. ASMR. Oké, ga even een hapje nemen. Ik krijg hem echt naar binnen. Hij is heel hard. Oh, hè? Is het lekker? Ik denk het wel. Heel machtig. Zo. Hij gaat een beetje over datum. Zo oud. Vind je? Ja, niet? Ik moet kijken naar ernstig bij. Moet zo doen. Nee, dat vind ik stom. Nee, het is het smaakt heel erg naar hazelnoot. Hier. Maar het is ook gewoon een hazelnootchocola dingetje. Ja, ik vind hem niet zo lekker. It's okay. Ja, weet je, bij mij kan je niet echt fout gaan met chocola dingen. Oh, ja. Ik ben heel kritisch. Oh, dit is een soort rand. Dat weten we al inmiddels. Deze? Ja. Is, ik zit echt altijd de Tonyschap in de gaten te houden. En er was heel lang niks nieuws. En nu wel. Is dat de nieuwe limited edition? Ja, het is met klets. Weet je wat kletskop is? Nee. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Maak jij hem toch eens maar open. Ja, dat ken ik wel. Alleen ja, dat zijn van die namen die ik dan niet onthoud. Voor mij is het gewoon alles gewoon koek. Koek en chocola. Daar gaan we. Oeh. Ik zie het hier binnen hoor. Nee, maar eigenlijk moet het midden misschien hebben. Nee, bij Tony's hoort het volgens mij ook hier al. Ja. Ik heb hem al geproefd. Echt? Wow, crunchy. Dat proef je amandel of kletskop? Chocola. Oh ja, kletskop. Caramel, proef je? Ja, stukjes. Heel knapperig. Lekker. Ja, klopt. Oh wow, het smaakt echt naar kletskop, jongens. Poep. Poep. Ik vind hem wel echt lekker hoor. Ik ook. Maar sowieso Tony. Is heel goed. Is heel goed. Nooit teleurstellend. Zo, ja. Niet normaal. Vooral die witte chocola vind ik zo lekker. Met framboos? Ja. Die is zo lekker. Zo. Met die knapperige suiker. Zo lekker. Oh. Ja. Wow, dit is... Wat is er? Je proeft echt kletskop. Maar ik weet niet of ik de combi zelf heel lekker vind, maar je proeft ik proef ook iets van kaneel of zo. Ja, dat proef ik ook. Lekker. Ik heb hier ook niet eens meer zin in, al die koeken. Nee, ik denk ook van jezus. Oh, hier ben ik heel benieuwd naar. Oké, We hebben hier KitKat soft caramel. Dit is toch cool? Ik zag hier iets van gisteren reclame van of zo. Even serieus, alles komt in soft caramel. Na nu Tony nog chocolony volgens mij. Tony's maar die hebben het al jaren. Tony's waren wel de eerste. Ja. Maar dat het nog steeds zijn werkelijk denk je loopt eigenlijk een beetje achter. Ik denk dat dat ook echt jarenlang duurt voordat je iets goeds hebt. Weet je, ik hou dus niet zo van chocola. Dus voor mij is dit echt dat ik denk, oh, ik hoef niet meer, hè? Ja, ik hou ook niet zo erg van chocola. Ik kan niet een reep chocola opeten. Ik ook niet. Behalve zo'n reep waar dan koekjes in zitten of zo. Dat vind ik dan wel lekker. Ja. Het ziet eruit van binnen als gewoon normale KitKat. Oh, jouw hoofd. Ja. Jongens, dit is het. Oh, ja, je ziet hem. Oh, ik zie het al. Het ziet er gewoon normaal uit. Ja, maar dat minuscule laagje hierboven, dat is dus er altijd caramel. Zie je? Zeg maar boven die wafeltjes. Oké, cheers. Oh, ruiken wel. Ruik eens. Moet je ruiken. Zo lekker. Dit is echt zo. Wat je krijgt. Gewoon wat er staat. Oh, dit wil ik ook gewoon opeten. Niet normaal. Heel goed gedaan. Twix. Ik bedoel, hoe heet het merk? KitKat. Twix. Heel erg lekker. Heb je ook dat je dit nog wel een hap van zou willen nemen? Ja. Hey, die kan ik echt iedereen aanbevelen. Als je... dat wil, dan is dit echt wat op de naam staat, zeg maar. Ja, klopt. Wist je dat KitKat dat binnenste allemaal mislukte KitKat zijn eigenlijk? Huh? Ja, dus KitKats die zijn mislukt, die gaan ze weer malen. Oh, de chunky. En dan vullen ze dat binnenste daarmee. Grappig. Dus ze gooien niks weg, of tenminste heel weinig. Oh, grappig. Ja. Maar ze hebben ook eentje met pindakaas. En die vond ik volgens mij niet zo goed. Geen idee. Nou, dan kunnen we wel vergelijken of dit ook echt naar caramel sea salt smaakt. En we hebben hier ook nog een Daar ben ik heel benieuwd naar. M&M's ben ik eigenlijk helemaal geen fan van. Ik ook niet. Ik hou niet van chocola.
Maar ik ben wel altijd benieuwd. Ja, snap ik. Daarom zijn die video's gewoon proeven. Zo leuk. Oké, ik ben benieuwd. Maar dit is ook echt zo'n reden, een video. Oh ja, ja. Toch een video, dus lekker alles meenemen, dat doe ik ook altijd. Oeh, dat lijkt wel lekker hoor. Weer maar heel erg karamel. Ik denk dat karamel best makkelijk is om te maken, omdat het gewoon echt karamel is. Ja. Kijk, red velvet, kan je niet even een red velvet erin doen. Nee, precies. Ik snap je. Oh, dat is heel hard. Auw. Mijn tanden gaan kapot. Sorry. Keiharde karamel, had jij dat niet? Wow. Ja, nu wel. Ik vind het niet heel lekker zo. Ik vind deze helemaal niet lekker. Heel de hele koek niet. Ik heb een enorme zoutkorrel. Heel zoet. Oh nee, ik hou hier niet zo van. Nee, hij smaakt ook een heel klein beetje ergens uit. De verte smaakt een beetje bitter. Ja. Dit was geen succes. Nee, geen aanrader. Ja, het smaakt, ik denk dat sommigen het wel heel lekker vinden. Maar ik vind het niet, mijn hele kies zit vol met zo toffee-achtig. Ik weet niet, die smaak die is gewoon niet zo. Oh, dit is ook direct de laatste. Oh, maar kijk of deze is vet duur volgens mij. Ik moest hem. M&M's zijn sowieso duur. Limited edition crunchy caramel. Niet zout. Oh, het is gewoon crunchy caramel. Oh, misschien zit er wel zo'n soort K&M. Ja. Misschien zit dat er wel in. Oh ja, dat zou kunnen, ja. Soepel. Ben je de allergrootste? Hoezo, heb je kijk hoe je... What? Dit is voor een M&M heel groot. Wil je hem alsjeblieft openbijten en kijken wat er van binnen zit? Oké. Okay. Kan dat? Niet? Oh. Hè? Oh. Ja. Nee, je ziet het natuurlijk niet. Top ding. Je ziet het niet echt goed, maar er zit nog iets binnen. Oh, hoe doe je dat? Oh, wow. Een heel stuk karamel, zie je dat? Oh ja, harder. Ja. Bizar. Ik hou niet van die M&M smaak van chocola van M&M. M&M chocola vind ik echt niet lekker. Neppige smaak. Dat komt door die gemalen dieren. Welke dieren? Die glans komt van luizen. Oh, die luizen. Ew. Ja, daarom denk ik het. Nee, dat is gewoon die chocola smaak. Ik vind M&M chocola smaken naar goedkope Sinterklaas chocola. Ja. Ja, van die munten. Ja. Ik vind het niet lekker. Maar de binnenkant moeten we even goed testen. Maar weet je, wij zijn ook niet echt goede mensen om dit te beoordelen, want wij houden allebei niet van M&M. Nee. Ik hou op zich wel van chocola. Alleen, ja, ik weet niet. Ik kan gewoon niet zoveel van eten. Het is heel... Hier word je heel misselijk van. Op het einde. Ik vind die karamel ook niet leuker dan hier. Een beetje boterig. Ja. Daarom zijn we weer aan het zeiken. Ja, maar het mag. Op mijn kanaal mag je zeker met eten kritisch zijn. Nee, ik vind die met pinda's wel lekker. Oh, M&M, die... De blauwe M&M, die crunchy M&M. Die is lekker. Ik hoopte dus dat het zoiets was. Ja, maar dit is clickbait. Ja, dit is niet clickbait, vind ik. Want je zou bijna denken dat hier crunchy. Een soort van een crunch in zit. En het is eigenlijk gewoon een soort van een karamelsteen die erin zit. Maar kritisch zijn is alleen maar goed. Anders kun je het net zo goed niet proeven. Dat is fijn. Wat vond je het lekkerst? Misschien wel die Oreo. Oreo KitKat. Dingen, denk ik. En de KitKat was ook niet. En als je echt zin hebt in brownie, is die wel lekker. Ja, de brownie is heel erg lekker. Maar brownie is sowieso altijd heel... Maar het kan heel droog zijn. Deze was wel echt chill. Klopt. En die Tony is ook echt wat het belooft. Voor de rest zeg ik niet heel bijzonder. Niet dat je het per se moet halen. Klopt. Dan zijn we het eens. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Op Christer kanaal hebben wij net een mukbang. Was de mukbang? Ja, toch? Ja, ja, ja. Een karmukbang gemaakt. Met wat gezonder eten. Redelijk. Een beetje, deels. Als je deze video leuk vond, vergeet even niet je duimpje omhoog te doen. En laat ook even in de comment weten met wie je nog meer video's zou willen zien op mijn kanaal. Want ik collab echt veel te weinig. Dan heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Ah.